Vierendag special. En vandaag zijn wij in Wormer weer bij Paintball Jungle. En wat gaan wij doen bij de Paintball Jungle? Nou, dat is natuurlijk een groot mysterie. Ja, we gaan natuurlijk gewoon paintballen een potje. Maar na dat potje gaan de verliezers als wildazen over het veld en die mogen we dan bekopen. Ja. Dus leuk, we mogen bij jou schieten dan, hè? Yeah! Nou, dit wordt wat, Thomas. Ja, waarom zitten wij bij elkaar? Ja, wij zijn gewoon echt het slechtste team ever volgens mij. Want die jongens, die anderen, die knallen als een malle. Ja, dat zou ook gewoon psychisch niet in orde zijn. Zij hebben geen progressieve houding. Zij blijven de hele tijd op één plek. Ik ken Thomas toen van het airsoft. Hij zat de hele tijd op één plek. Dus dat zijn campers. Ik ben geraakt! Hij heeft me fucking gehit. Ja, ik ben ook wel geraakt. Ja? Ja, blijkbaar. Weet je hoe fucking veel adrenaline door je heen gaat? Ja, dat je ineens zo... Man, had ik zo vaak bijna. Ja, maar bijna is niet helemaal een schat. Nee. Ik ben helemaal schoon. Ik ook. Ja. Ja, het kun je van raak schieten. Het staat nu 1-1, want Thomas is geraakt en Noah is geraakt. 3, 2, 1, game on! Ik hoorde hem op Thomas! Ik hoorde hem! Ik heb je gehit! Ja, kom maar. Ik ga hem! Op mijn beentje! Ik dacht, ik ren even snel naar een schuilplaatsje, maar het was een volledige knal op mijn been, joh. Thomas is knijthard geraakt net door deze twee grappenmakers hier, dus het is... Jij geeft Thomas maar gewoon de schuld. Wij zijn Sjaak. Dit is voor het eerst in de geschiedenis van de draaidag, geloof ik jongens, dat ik verloren heb. Ja, ik ben Sjaak afhaken hoor, ik ga er vandoor. Jij bent Sjaak trekhaak. Ik heb denk ik al een beetje poep uit mijn, zeg maar, het zit al een beetje in mijn broek. Oh, je broek. Ik heb er echt geen zin in. We zijn gewoon, we lopen gewoon in het open. Ja, het is echt een kwestie van sprinten, springen. Waarom moest jij je nou laten beschieten, man? Ja, sorry hoor, Jezus. Maar ik heb ook wel een heel goed shot gewoon recht op het oog van Noah gedaan. Goed hoor. Ja, goed. Geen zin in. Geen zin in. Jongens, wees een beetje lief voor ons, hé. Thomas! Go, go! Thomas, kom. Gewoon als een malle sprinten. Stop! Oh, op mijn hoofd en mijn... Oh, fuck, dat doet pijn! Pak je om mijn handen. Ja, ik zie gewoon helemaal niks. Oh, hey. Kijk dan! Dit heb ik gedaan! Hier. Oh, fuck! Ik heb nog zo lekker. Wat is dat? Oh, wat is dat sick als je zo dichtbij komt? Van ver af lijkt het nog enigszins oké, maar als je dichterbij komt. Maar luister, het doet echt pijn hoor. Of we nou 7 of 8 of 9 meter staan, dat maakt niet uit. Ik vind dat wij, echt een schouderklopje verdiend hebben, jongens. Ja, zeker. Top. Gedaan. Ik doe het echt nooit meer, jongens. God. Nou, ik vind het wel leuk, maar ik wil niet nog een keer zo beschoten worden als op het laatst. Jammer, ik zag ook helemaal niks. Echt zo, dit was echt gewoon wildschieten gewoon, maar dan op mensen. Ja, crazy. Dat was genieten. Kijk je deze video op je telefoon of je tablet, draai je toestel dan even recht. Dan kan je makkelijker bij de videoomschrijving en de abonneerknop. In de videoomschrijving staan alle linkjes die jij nodig hebt, ook naar deze paintball
Arena. Al wil je zelf een keertje paintballen. En hiernaast zie je ook twee andere video's, waarvan eentje van Ofdeel, twee hilarische boys zijn die dieren interviewen tijdens een survival. Ja, en dat allemaal in teken van de Dierendag Special. En hiernaast vind je dus ook de video van Girls World Plumbers. We gaan het hebben over meiden en hun huisdieren. En wil je ook eens gaan paintballen? Laat zeker vast een duimpje omhoog achter. Abonneren is gratis. Laat even achter ook in de reacties wat jij gaat doen met Dierendag. En wij zien jullie de volgende keer. Ja, later! Ja,